Met muziek gespeeld door violiste Edith Bloch is zondagmiddag 29 oktober een nieuwe expositie geopend bij Galerie Bonnard in Nuenen. Onder de titel A Female Gaze is er werk te zien van 7 vrouwelijke kunstenaars. Werk gemaakt vanuit een vrouwelijke blik op het onderwerp. Met andere woorden, hoe zij hun omgeving zien, ervaren en vastleggen. De vraag dringt zich dan ook op, maken vrouwen dan andere schilderijen dan mannen? Ik ging op zoek naar het antwoord op die vraag. Het is niet zo dat mannen zo schilderen en vrouwen zo. Maar het is wel zo dat een vrouw heeft een andere ontwikkeling doorgemaakt dan welke andere man dan ook. En je ontwikkeling, wie je bent, dat neem je mee in je werk. Een kunstenaar is daarbij, maar dat is een idee wat ik erover heb, daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar een kunstenaar is iemand die in de schilderijen meer van zichzelf laat zien dan je op het eerste gezicht ziet. Dus het wordt niet zo heel letterlijk verteld, ik ben een vrouw, kijk maar, want ik schilder zo. Maar als je dan kijkt naar het verhaal wat zo'n kunstenaar vertelt, gaat het heel vaak over iets anders dan waar een man over schildert. We staan dan voor de schilderijen van Ksenia Ustemina bijvoorbeeld. Dus zij schildert meisjes of jonge vrouwen die naast je kunnen staan op het station of in de supermarkt of wat dan ook. Maar doordat zij ze zo schildert, word je bijna onderdeel van de omgeving waar die vrouw is. Je zit bijna bij die vrouw in de kamer. Dus er wordt meer een verhaal verteld. Ja, een veel persoonlijker verhaal. Maar hoe denken de vrouwelijke kunstenaars zelf over het fenomeen de female gaze, de vrouwelijke blik in hun werk? In my portraits, you probably see that gentle women touch, you know, that gentle touch of female artists. Because in my portraits, I don't show the macho man. I don't show the, you know, like the man that society used to have, like in their image. But I always try to add some vulnerability, some sensibility to a man look. So probably that's how I try to, you know, like show that it's made by female artist, by adding some gentle touches. Ik denk dat wij als vrouwen meer gevoelig zijn voor de medemens. Medemens ook wat makkelijker begrijpen. Althans, dat spreekt in ieder geval voor mij. Als ik een model voor mij heb en ik werk met een model, dan heb ik al heel snel een klik. Dan heb ik al heel snel in de gaten, goh, zo zit jij aan elkaar. Dit is wie jij bent. En nou, dat is wel heel handig als je portretten maakt zoals ik. Want dan kun je dat gebruiken in je werk. En, dus ik denk dat die vrouwelijke touch, dat die heel belangrijk is. Zeker bij portretwerk. De expositie of Female Gaze is interessant en de moeite waard om te bezoeken. Voor zowel mannen als vrouwen. Bezoeken kan tot 3 december aanstaande bij Galerie Bonnard aan de Berg in Nuenen.